Hallo iedereen, het is super leuk dat jullie kijken naar een nieuwe video op dit kanaal. Vandaag ga ik jullie een hele hoop leertips geven, of studeertips, hoe jullie het ook willen noemen, voor school. Want ik denk wel dat veel mensen daar soms wel een beetje moeite mee hebben. Bijvoorbeeld, ik heb er soms wel moeite mee om goed te kunnen studeren en om goede punten te kunnen halen. Dus ik dacht, laat ik het ook maar met jullie delen, want misschien zijn er nog meer mensen die er moeite mee hebben. Dus dat ga ik vandaag allemaal doen. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En geef deze video alvast een dikke duim omhoog. En laten we maar snel beginnen. Oké, als eerste geef ik jullie mee als tip. Let goed op tijdens de lessen. Dat klinkt wel vanzelfsprekend, maar soms is dat toch wel moeilijk om goed op te letten. Want, ja, je kunt snel afgeleid geraakt. Wow, ik kan echt niet meer praten vandaag. Want je kan snel afgeleid geraken door je medeleerlingen. Of, als je in het raam zit, door naar buiten te kijken. En dat is niet goed. Want als je al goed oplet in de klas, dan zit die leerstof al beter in je hoofd. Waardoor het makkelijker is om die leerstof te gaan leren voor een toets. Want als het nog niet in je hoofd zit, dan moet je helemaal van het begin beginnen. En dat neemt echt heel veel tijd in beslag. Dus ik zou zeggen, let goed op in de klas. Tweede tip is, maak notities. Schrijf de leerkracht iets op het bord. En jij wilt dat ook hebben, schrijf het dan op een blad. Want dat kan echt heel goed helpen. Bijvoorbeeld, ik schrijf wel vaak zo'n schema die de leerkracht opschrijft in mijn boek. Of ja, gewoon op mijn blad. En dan ken ik dat beter. Dus ik zou zeggen, probeer dat zeker als u dat zou helpen. Tip 3. Wat wil ik zeggen? Tip 3. Ah ja. Tip 3 is, maak goede samenvattingen. Of ja, dat moet niet per se, maar samenvattingen helpen. Omdat dan alle theorie op één pagina staat en niet verspreid over alle pagina's. Want bij mij is dat toch in mijn boek staan overal pagina's met theorie. En op een samenvatting staat het allemaal samen, waardoor dat mooier georganiseerd is en dat makkelijker leert. Tip 4. Begin op tijd met leren. Dat is echt iets wat echt helpt. Op tijd beginnen met leren. Ja, soms leer ik niet echt op tijd, bijvoorbeeld een voktoets voor Latijn, dat doe ik al de dag op voorhand. Want als ik dat 5 dagen op voorhand doe, heeft dat geen zin. Want dan ben ik die woordjes toch alweer kwijt. En ja, dat helpt ook gewoon de dag op voorhand. Maar heb je bijvoorbeeld een hele grote toets voor geschiedenis, Engels, biologie, noem het maar op. Zou ik aanraden om echt een paar dagen op voorhand te beginnen. En niet de laatste dag voor die toets. Want dan loopt het helemaal mis. Want op een paar uur tijd krijg je niet al die leerstof in je hoofd. Dus op tijd beginnen is echt een aanrader. Ook weer niet te lang op tijd, bijvoorbeeld 2 weken. In principe gaat dat wel, maar dan moet je alweer sowieso nog eens helemaal opnieuw herhalen. Ik zou zeggen, rond de 3 à 5 dagen voor de toets beginnen met leren. Voor een grote toets. Voor een kleine toets kun je dat ook doen. Maar ja, dan moet je zelf maar even uitzoeken of dat helpt of niet. Maar echt voor een grote toets zou ik echt wel op tijd beginnen. Dat zou je echt heel hard helpen. Tip 5. Ik weet niet of jullie allemaal een schoolagenda hebben, maar als je een schoolagenda hebt, dan zou ik ook zeker die gebruiken. Want heel veel dingen komen nu op Smart School te staan in België en op Magister volgens mij in Nederland. Maar ik vind persoonlijk een schoolagenda echt super handig, omdat dat is toch nog overzichtelijker dan je online agenda. Of ja, dat is toch mijn mening. En ik schrijf dus elke week in en dat helpt mij super hard, omdat dat veel duidelijker is dan op Smart School of op Magister. Want soms staat er niet alles in en dan heb je misschien een klein probleempje. Dus voor mij helpt dat persoonlijk echt super hard. En eigenlijk, al deze tips helpen mij super hard. Dus daarom deel ik die ook met jullie, want misschien helpen die jullie ook. Maar dan moet jullie zelf maar even ontdekken of jullie dat echt helpen. Dus ik probeer jullie zo goed mogelijk te helpen. Tip 6. Tijdens het leren, eet zo min mogelijk ongezond. En drink heel veel water tijdens het leren. Als je gaat leren, zet een glas water naast je. Dat helpt veel beter dan een glas cola of een glas Fanta of noem het maar op. Want door gezond te eten tijdens het leren, dat helpt sowieso. En als je wilt eten tijdens het leren, eet ook iets wat niet te veel vult. Want ik had zo gehoord dat als je zo zwaar voedsel eet tijdens het leren, dat je hersenen dan heel bezig zijn met het eten, met je eten of zoiets. En niet meer met de leerstof.
hoe leg je dat uit? Ik weet niet of het waar is, hè. Maar zodat uw hersenen beter uw hersenen gaan focussen op uw voedsel in plaats van op uw leerstof. Dus daarom is het beter om iets niet vullends te eten, zoals fruit. Want fruit vult niet echt superveel. Of jij probeert gewoon gezond te eten en te leren. Want stel je voor, je alleen maar chips of zo tijdens het leren. Die chips, die gaat niet weg. Dus je sport die niet op of je beweegt niet tijdens het leren. En dan komt je eigenlijk alleen maar een beetje bij, zeg maar. In plaats van... Ja. Oké, we skippen nu de tip. Nee, grapje. Maar kijk, als je ongezond eten eet tijdens het leren, dat eten kan niet... Hoe zeg ik dat? Dat eten kan tijdens het leren niet verteerd worden of opgebrand worden, zal ik het zo maar zeggen. Want je bent niet aan het bewegen. Je zit alleen maar in zin aan het schrijven. Dus daarom is het beter om gezond te eten. En ook gewoon gezond te drinken. Dat kan ook helpen met concentreren. Tip 7. Neem voldoende pauzes. Pauzes zijn best wel belangrijk. Je kunt 5 uur achter een stuk leren. In principe gaat dat. Maar of ik u dat zou aanraden... ik denk het niet. Want als je continu blijft leren... Dan heeft je hersenen geen tijd om dat te verwerken. Dus het beste is om ongeveer een half uurtje tot een uurtje te leren. En dan 5 tot 10 minuutjes pauze te nemen. Omdat dan in die 10 minuten pauze kan je hersenen dan gaan verwerken, die leerstof. Waardoor je dat beter onthoudt. Tip 8. Heb je bijvoorbeeld examens? Ga dan echt op tijd slapen. Slaap is zo belangrijk. Er zijn mensen die bijvoorbeeld om 2 uur 's nachts gaan slapen en dan om 8 uur weer opstaan. Of zelfs vroeger. En dat is echt niet goed. Ga op tijd slapen. Ik raad u dat echt aan. Dat kan echt zo goed helpen. Een voldoende nachtrust. Dat onthoud in uw nacht. In de nacht gaat uw hersenen dan ook allemaal zo bijhouden, zeg maar. Waardoor dat beter in uw hoofd zit. Maar slaap is zo, zo belangrijk. Ik meen dat. En ga ook niet leren tot 10 uur 's nachts en dan meteen slapen. Dan moet echt zo een half uurtje of zo tussen zitten. Ga een half uurtje tv kijken voordat je gaat slapen. Zodat je ook nog even iets ontspannends kan doen. Want dat kan echt helpen. Dus ja. Tip 9. Plan leuke dingetjes in. Of beloon jezelf na het leren. Bijvoorbeeld, je zegt in jezelf. Vandaag wil ik bijvoorbeeld... deze en deze les doen van Nederlands, stel je voor. En als ik dat allemaal gedaan heb, mag ik een film kijken. Dus dan heb je jezelf beloond. Dan moet je eerst leren voordat je iets leuks gaat doen. Dus dat kan ook echt helpen, want dan heb je iets om naar uit te kijken wat je na het leren kan doen. Of plan iets leuks in met vriendinnen, noem het maar op. Dat kan echt helpen. En dan de laatste tip, die tip 10. Leer schriftelijk. Of ja, mij helpt dat super hard om schriftelijk te leren. Want ik kan echt niet mondeling leren. Dan loopt dat helemaal mis. Maar dan ook van persoon tot persoon af. Maar woordjes zou ik u echt het best aanraden om schriftelijk te leren. Want dan weet je hoe je dat moet schrijven. Want ja, als je kunt ook mondeling leren. Maar dan weet je nooit hoe je dat precies moet schrijven. Want soms spreek je woorden anders uit dan dat je dat schrijft. Bijvoorbeeld in het Frans of zo. Die woorden schrijf je heel anders dan hoe je dat uitspreekt. En ja, dat kan echt helpen. En de laatste tijd gebruik ik de app Quizlet. En die helpt mij super hard. Omdat je kunt dan zo je woordjes invoeren. Of je kunt zo'n definitie invoeren. En met uitleg erbij. En dan ondervraagt dat die app u eigenlijk. En dat vind ik persoonlijk heel handig. Ik zal nu een schermopname laten zien hoe dat precies werkt, want misschien hebben jullie er wel iets aan. Ik ga jullie nu laten zien hoe de app Quizlet werkt. Als eerste ga ik naar de app Quizlet en dan open ik die. En dan staat er zo rechtsonder ergens zo een soort van pennetje. En klik je op studieset aanmaken, want nu gaan we een set aanmaken. En daar kan je van alle woorden invullen. En dan druk je op dat vinkje, maar ik heb al één aangemaakt. Dus die ga ik nu openen. Hier zie je zo allemaal kaartjes en daar kan je op klikken. En dan zie je de andere kant en ook swipen, zodat je de volgende kaartjes kunt zien. En als je dan op leren klikt, kan je alles door elkaar leren. Je wordt ondervraagd en dan moet je zo het juiste
klikken. En dan moet je ook zo bijvoorbeeld van Nederlands naar Engels typen en alles. Je kan ook specifiek klikken op schrijven. Verzenden. En dan moet je gewoon het juiste antwoord schrijven. Of je kan klikken op combineren. En dan moet je zo verschillende dingen gaan combineren met elkaar. Bijvoorbeeld de definitie met het antwoord. Of je klikt op test en dan kan je eigen heel test maken. Je hebt heel veel verschillende mogelijkheden. Heel erg bedankt voor het kijken naar deze video. Ik hoop dat deze video jullie heeft kunnen helpen met studeertips. Zo niet, dan zou dat jammer zijn. Maar heeft dat wel geholpen, dan zou ik dat heel leuk vinden. Vergeet zeker niet te abonneren op mijn kanaal. En dan wil ik zeggen, tot de volgende keer. Doei!